Maar dus aan de ene kant, als je mij zegt, ja, ben je gelovig? Geloof je dat er een God bestaat, et cetera? Dan zeg ik, nee, ik ben niet gelovig. En aan de andere kant weet ik heel goed dat op momenten van grote crisis in mijn leven... En met grote crisis bedoel ik dingen waar je eigenlijk totaal geen greep op hebt. Ja. Je bent heel bang. Of als je denkt dat je in je lichaam vol met kankercellen zit en je weet niet, hey, hoe lang heb ik nog te leven... Dan is een belang voor mij, maar ik denk voor veel mensen, is een heel belangrijke steun en toeverlaat is de gedachte aan God. Vooral 's nachts dan, hè, je gaat dan slapen en je ligt in je bed. En uiteraard kun je alleen maar denken aan die kanker. En je hebt letterlijk het gevoel dat overal zitten die kankercellen. Ik kan me niet voorstellen dat ik zou hebben kunnen slapen als ik niet dacht van... Ik ben veilig, want ik ben in de handen van de Heer.